Nummer 4. De OnePlus Nord smartphone heeft een Snapdragon 765 processor met 5 GHz connectiviteit, 8 GB aan RAM geheugen en opslagruimte in 128 of 256 GB. Het 6,44-inch scherm is een AMOLED met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een Full HD resolutie. Het toestel heeft 4 camera's achteraan en 2 vooraan met een standaard 32 megapixel camera en een 8 megapixel groothoekcamera. De batterij is 4115 mAh. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 3. De Galaxy S10 Lite van Samsung heeft een Snapdragon 855 processor, vergezeld van 8 GB RAM geheugen en 128 aan opslagruimte. Het scherm is een 6,7-inch Full HD AMOLED die superhelder is. De batterij heeft 4500 mAh voor een respectabele levensduur. Hij is ook vrij licht met slechts 186 gram. Het heeft een vingerafdruksensor onder het scherm en snel opladen. Hij heeft een drievoudige camera aan de achterzijde en een 32 megapixel frontcamera. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel, kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 2. De Xiaomi Mi 10 Lite heeft een Snapdragon 765 gram processor met ingebouwde 5 GHz connectiviteit. Hij heeft 6 GB RAM geheugen en 64 of 128 GB opslagruimte, die echter niet uitbreidbaar is. Het scherm aan de voorzijde is een 6,57-inch Full HD AMOLED met zeer diepe zwartinten, briljante kleuren en een ontgrendelingssensor met vingerafdrukherkenning die onder het scherm is geplaatst. De kwaliteit van de camera's en in de norm en heeft NFC-connectiviteit voor contactloze betalingen. De prijs van dit artikel kan worden geraadpleegd via de link in de beschrijving. Nummer 1. De Realme 6 Pro heeft een 90 Hz Full HD scherm dat het gebruik vloeiender maakt, heeft 8 GB RAM geheugen en 128 aan opslagruimte. Het is een dual SIM smartphone die geen 5 GHz connectiviteit heeft, beschikt over NFC-chip voor contactloze betalingen en je kunt het geheugen uitbreiden. U vindt de link voor dit product onderaan de beschrijving.